Als je klaar bent met de furosmoeter, kun je door met de volgende oefening. Zorg dat je alleen bent, want je staat enorm voor gek als je dit doet. Maar je komt er wel mee van je rimpels af. Nou, wat moet je doen? Deze oefening gaat om deze lijnen hier. Waar vrouwen zich, naarmate ze iets ouder worden, ook aan gaan storen. Het zorgt ervoor dat je hier deze lijnen iets minder zichtbaar maakt. Wat moet je doen? Zoals ik al zei, het wordt heel gek. Want ik kan het niet al pratend en doend tegelijk voordoen. Dus ik leg het hopelijk goed uit. Je drukt je bovenste lip tegen je tanden aan. Hè? En maak dan met je mond een O. Ha. Nou, als je dat gedaan hebt, zet je je wijsvingers op de hoeken van je mond. En ga je omhoog tot aan je neusvleugels. En weer terug. En je moet het best wel even met wat kracht doen, want het gaat echt om de doorbloeding van deze spier en het masseren van deze spier. Dus ik zal hem even voordoen zonder te praten, want dat gaat niet. Ha, ha. Als je daarmee klaar bent en je denkt, oh, ik heb echt een brandend gevoel in die lijnen, dan doe je het nog 30 seconden, maar dan ga je heel snel heen en weer. Dus deed je bij de eerste keer langzaam. Zodra je denkt, oei, dit wordt een beetje ongemakkelijk, ga je nog even 30 seconden super snel heen en weer. Dus, ik doe hem nog één keer voor. Ha. Langzaam en dan super snel. Succes!